bent geen type dat zomaar wat doet. En zomaar denkt, komt best wel goed. Je graaft eerst iets dieper, duikt er echt in, wat dieper. Vrienden die zeggen, wat een onzin is dat. You only live once, waarom graaf je een gat? Wat is het nut nou van eerst een fundament? Want hoger is beter. Ja, je huis blijft staan als de stormen komen. Als de regen valt, gaat het water stromen. De wind heel hard langs de daken raast. Dan zal jouw huis stevig blijven bestaan. Blijven bestaan. De diepte in, met alle pijn en moeite van een nieuw begin. Je gaat eerst omlaag, dan pas omhoog en hoger, 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 hoger. Je hebt het goed begrepen en heel goed verstaan. Dapper en geduldig aan het werk gegaan. Eerst onder de aarde, nu kunnen wij het zien steeds beter.